We zijn bij de Wienerberg Steenfabriek in Heteren. We maken hier gevelstenen en we produceren ook bakstenen voor de straatwerk. Als het product klaar is, dan worden de stenen automatisch ontladen, worden op pallets gezet, wordt een mooie hoesje omheen getrokken voor de stabiliteit en dan worden ze met een heftruck transportklaar op het asfalt geplaatst. We hebben hier 4 heftrucks rondrijden in verschillende gewichtsklasses. Die werken hier gemiddeld zo'n 14 uur per dag. Recent hebben we een heftruck vervangen. Bij ons is de stelling na 5 jaar gaat de heftruck uit de lease en schaffen we een nieuwe aan voor de betrouwbaarheid. Onze wens was om over te gaan naar een elektrotruck. We hebben verschillende diesels lopen. Maar aangezien de trucks ook nog wel eens binnen moeten rijden, dan gaat de voorkeur uit toch vanwege de uitstoot ook voor een elektrotruck. En ja, de wens was dat hij dan ook gewoon echt de volle 14 uur met de productie mee kon gaan. Via de centrale inkoop hebben we ook een link kunnen leggen met Hefik, Heister. En daar zijn we ook mee om tafel gegaan, evenals met andere aanbieders. En ja, we hebben toch de keuze gemaakt voor Hefik. Via het hoofdkantoor zijn wij in contact gekomen met Wienerberg Heteren om daar een gedegen advies neer te leggen voor de vervanging van een van de bestaande vorkheftrucks. Traditioneel gezien is een steenfabriek een bedrijf wat veel werkt met dieselvorkheftrucks. De vraag vanuit het hoofdkantoor kwam met name om te kijken wat zijn de mogelijkheden om over te stappen naar een alternatieve energiebron. Belangrijke eisen waren de reductie van de CO2-uitstoot en het niet hoeven wisselen van de batterij gedurende de 2 ploegendiensten die ze hier draaien. Uiteindelijk is gekozen voor een Heister J3.5XN, aangedreven met lithium-ion technologie. Wij als Heister bieden verschillende aandrijfmogelijkheden aan bij onze heftrucks van diesel, LPG en elektrisch. Waarbij we eigenlijk zien dat binnen het elektrische aanbod de traditionele loodzuur meer verschuiven naar lithium-ion. De techniek is eigenlijk nu klaar en zover dat het ook echt een goed alternatief is voor een diesel of een LPG als we kijken naar de prestaties van de machine. Er zijn 3 voordelen van lithium-ion. Eén is dat je altijd de truck aan de oplader kan hangen op ieder willekeurig moment. Daarnaast gaat het opladen ook sneller. Het derde voordeel is dat de batterij eigenlijk vrijwel geen onderhoud vereist. Nou, naast de lithium-ion technologie voordelen biedt deze truck ook grote ergonomische voordelen. Het is een ruime truck, ruime zit, goede ergonomische stoel, een lage instap. En qua veiligheid goed ruim zicht, bescherming van de LED-verlichting, accumulatoren voor een beter rijcomfort van de chauffeur. En de gordel die altijd gedragen dient te worden op het moment dat men de truck wil starten. Extra voordeel specifiek voor Wienerbergen is dat de ruimtes in de fabriek en op het tasveld zeer beperkt kunnen zijn. Deze truck beschikt over een zero turning radius, wat in deze situatie specifiek voor voordelen zorgt doordat het een korte draaicirkel heeft op soms beperkte ruimtes. We rijden nu ongeveer 1 maand of 3 met deze truck. Ja, wat ik van de mensen terug hoor, zijn ze heel erg positief over de truck. Bedieningsgemak, makkelijker laden. Nou ja, en als die mannen tevreden zijn, zijn wij dat zelf ook.